Het Rijksarchief bewaart meer dan 315 kilometer archief. Jaarlijks komt daar na selectie meer dan 10 kilometer bij. Die 315 kilometer archief vertegenwoordigt bijna 26.000 verschillende bestanden, die op hun beurt bestaan uit meer dan 10 miljoen inventarisnummers. Een onvoorstelbare berg informatie. Via de zoekrobotten kan je beschrijvingen van archiefbestanden en van archiefbestanddelen opzoeken. In sommige gevallen kan je ook de gedigitaliseerde archiefdocumenten zelf online raadplegen. Maar niet alle archieven die het Rijksarchief bewaart zijn al gedigitaliseerd, en niet alle gedigitaliseerde archieven staan al online. Een aanvullend bezoek aan de leeszaal is in vele gevallen de beste optie. In de leeszalen kan je originele raadplegen maar ook heel wat gedigitaliseerde stukken die nog niet online staan, maar die wel digitaal raadpleegbaar zijn in de leeszalen van het Rijksarchief. Zo kan je onder meer ruim 40.000 kaarten in digitale versie raadplegen in de leeszalen. Om opzoekingen te kunnen doen in al deze archiefbestanden, kan je een beroep doen op ruim 23.000 archieftoegangen of zoekinstrumenten, zoals inventarissen, archievenoverzichten, archiefgidsen. Het werkinstrument om je op weg te helpen in je zoektocht is de zoekwebsite Zoeken in het Rijksarchief in België, gelanceerd in 2012. Voor het gebruik van de zoekrobot is geen registratie vereist, maar voor het raadplegen van gedigitaliseerde documenten moet je wel een account hebben. Op vijf minuutjes kan je een gratis account aanmaken. Nadat je account is aangemaakt, word je terug naar de homepage geleid. Je registratie is pas beëindigd als je op de activatielink klikt die je via e-mail ontvangt. Indien u een probleem heeft, bijvoorbeeld met het aanmaken van uw account, of u wenst een fout te signaleren of een vraag te stellen, dit kan, geen enkel probleem. U klikt op de knop in de rechterbovenhoek van de website. De zoekwebsite bevat meerdere zoekrobotten. Zoeken naar personen, zoeken naar archieven, zoeken naar archiefvormers en zoeken in de bibliotheek. De zoekrobot Zoeken naar personen is de meest succesvolle. Vele archiefbronnen bevatten persoonsnamen en de afgelopen jaren hebben honderden vrijwilligers systematisch akten geanalyseerd om die persoonsnamen te registreren. De overgrote meerderheid van de archiefdocumenten in de zoekrobot Zoeken naar personen zijn genealogische bronnen, dus parochieregisters en registers van de burgerlijke stand. Maar ook notarisakten, bouwaanvragen, staten van goed en erfenisaangiften, schepenakten, militiedossiers en gevangenisregisters, bidprentjes en rouwbrieven. In de zoekrobot Zoeken naar Personen vindt u informatie terug over alle Belgische gemeenten, inclusief enkele grensgemeenten. De informatie verschilt sterk van regio tot regio. Dit is volledig afhankelijk van onze vrijwilligers, van onze vrijwilligersprojecten. Niet alle regio's zijn geanalyseerd, niet alle acten zijn geanalyseerd. Hoe ga je nu concreet aan de slag? Stel, je lanceert een zoekopdracht Brouwer met 1600-1700 als periode en Deurne als gemeente. De zoekrobot doorzoekt de volledige databank op deze zoekterm. Je krijgt 100 resultaten te zien. Zowel documenten waarin de familienaam de Brouwer voorkomt, als akten waarin een persoon vermeld staat die het beroep van brouwer uitoefende. Door op de loep rechts in beeld te klikken, krijg je de inhoud van de geanalyseerde acten te zien. Opgelet: de originele acten zelf krijg je niet te zien. Om het origineel te raadplegen, moet je je naar de leeszaal van het Rijksarchief in Kwestie verplaatsen. Als het om registers van de burgerlijke stand of parochieregisters gaat, is er wel grote kans dat je ze online kan raadplegen. Stel je bent op zoek naar een huwelijksakte. Je hebt de namen, maar je wil ook de datum van het huwelijk kennen. Dan kan je gebruik maken van eerste en tweede persoon. Een concreet voorbeeld. Wanneer is het koppel Anna-Katerina Peters en Johannes Franciscus Corbeels uit Gelrode gehuwd? Dan vul je bij eerste persoon Peters en Anna-Katerina. Bij tweede persoon vul je Corbeels in. Als je niet zeker bent van de voornaam. Vul je deze beter niet in. Je krijgt nu één enkel resultaat. Het koppel is gehuwd op 4 november 1834. Achter de zoekrobot zit er geen thesaurus, waardoor er ook geen vertalingen gemaakt worden. Zoektermen worden daardoor ook beter in het Nederlands als in het Frans opgezocht. Dus bijvoorbeeld ook uh, Jean-François opzoeken in plaats van alleen Johannes Franciscus of Jan Frans opzoeken. Een ander voorbeeld. Je bent op zoek naar een familielid met de familienaam van de Perre. De schrijfwijze van deze familienaam is echter in de tijd zeer sterk geëvolueerd. Alles aan of van elkaar, van de, van den, van der. Door een astrix voor Perre bij eerste persoon te plaatsen, krijg je alle mogelijke schrijfwijzen. Bij de resultaten zie je hier veel 1 januari als datum staan. Dit betekent niet dat de acten allemaal op 1 januari opgesteld zijn. Vaak is het zo dat de volledige datum niet gekend is of niet goed leesbaar is. Om deze gegevens toch doorzoekbaar te maken, wordt de vroegst mogelijke datum in de databank ingevuld. Tussen haakjes wordt enkel het jaar vermeld, om aan te tonen dat enkel het jaar met zekerheid gekend is. Het Rijksarchief is ondergevig aan de wet op de privacy, op de bescherming van de privacy. Dit betekent dat u in de zoekrobot zoeken naar personen geen resultaten gaat vinden van personen die uh, jonger zijn dan 100 jaar. Dit betekent ook dat u dus uzelf niet zal terugvinden. Let intussen ook op voor dubbels. Je ziet hier het voorbeeld van de zoekopdracht naar van KI Sophia. De overlijdensakte staat tweemaal vermeld, maar na het bekijken van de inhoud merk je dat de akten uit een verschillend vrijwilligersproject komen. Bij het verwerken en Opladen van projecten controleert het Rijksarchief niet of de akte niet in een ander project voorkomt. Je kan ook werken met exact of klinkt als. De familienaam kan bijvoorbeeld met O of A geschreven worden. Door klinkt als aan te vinken wordt op varianten gezocht. Een tweede zoekrobot is die om te zoeken naar een archiefvormer. Je kan vrij zoeken op het voorkomen van een zoekterm in de beschrijvingen. Stel je wil meer te weten komen over het Jesuitencollege van Aalst, omdat familie daar in het verleden op school zat. Je zoekt dus via de zoekterm Jesuitencollege te Aalst. Er zullen drie resultaten verschijnen. Je klikt nu verder op NL om meer te weten te komen over het Jesuitencollege van Aalst. Een ander voorbeeld. Je vindt dat het dringend tijd wordt dat de geschiedenis van je eigen gemeente of stad geschreven wordt. Dus ben je op zoek naar archieven, archiefvormers die hierbij kunnen helpen. Stel dat je de geschiedenis van Dilbeek voor de Franse Revolutie wil schrijven, dan is het archief van de schepenbank van Dilbeek een uitstekend vertrekpunt. Maar waar wordt dit archief bewaard en wat deed de schepenbank juist? In de zoekrobot met archiefvormers kan je dus ofwel via vrij zoeken en de term Schepenbank van Dilbeek op zoek gaan, ofwel via Schepenbank bij naam en Dilbeek bij plaatsnaam. Er zullen vier archiefvormers verschijnen. Je klikt opnieuw op NL. In tegenstelling tot het voorbeeld van het Jesuitencollege krijg je nu beduidend minder informatie: enkel naam, periode en vestigingsplaats. Maar niets over de bewaarplaats, de geschiedenis. Je vindt echter een link naar een archiefrelatie terug. Dit is een link naar de inventaris waarin het archief van de betrokken archiefvormer beschikbaar is. Als je op deze link klikt, wordt je doorverwezen naar de zoekrobot zoeken naar archieven, zodat je daar de inventaris van het archief van de gezochte archiefvormer kan raadplegen. Tenminste als de inventaris al digitaal beschikbaar is. Dat is nog niet voor alle inventarissen van het Rijksarchief het geval. De derde grote zoekrobot is: zoeken naar archieven. In Zoeken naar archieven kan je fulltext doorheen alle beschikbare informatie zoeken en, indien nodig, je resultaat verder verfijnen door filters zoals archiefbewaarplaats, rubriek en periode te gebruiken. Een voorbeeld. Tijdens je stamboomonderzoek ontdek je dat een van je voorvaders in de abdij van Afflichem heeft geleefd of gewerkt en wil dus het archief van de abdij raadplegen. Via de zoekterm abdij van Afflichem worden er 540 resultaten getoond. De resultaten worden automatisch op relevantie gesorteerd. Als je zoekt zonder filters te gebruiken, krijg je zowel beschrijvingen van archiefbestanden als van archiefbestanddelen in dalende volgorde van belang. De zoekrobot zoekt niet alleen op het geheel, dus Abdij van Afligem, maar ook op Abdij en op Afligem. Waardoor je dus ook de archiefbestanden van de Abdij van Ninove of van de schepengriffies van het arrondissement Halle-Vilvoorde krijgt voorgeschoteld, waarvan de Schepenbank van Afligem deel uitmaakt. Door te klikken op Archief van de Abdij van Afligem wordt een nieuw venster met alle beschikbare informatie geopend. Beschrijving van het archief met informatie over de geschiedenis van de archiefvormer en archief, raadpleging en gebruik, verwant materiaal, beschrijvingsbeheer en bijlagen. De zogenaamde inleiding van de inventaris. Nadien volgt ook de eigenlijke inventaris, dus de beschrijving van de reeksen en archiefbestanddelen. Er bestaan nu drie mogelijkheden om in dit archiefbestand te zoeken. Als je exact weet wat je zoekt, bijvoorbeeld rekeningen van de abdij. Dan kan je gewoon afdalen in de hiërarchie tot je gevonden hebt wat je zoekt. Een tweede optie is om te zoeken in het PDF-bestand en dus Fulltext te zoeken. Hiervoor kan je de sneltoetsen Ctrl plus F gebruiken. Je opent de PDF door op het PDF-icoontje te klikken. Vaak is dit de snelste weg om je informatie te vinden. Je krijgt immers de hele inventaris in zijn geheel te zien en je kan hem ook downloaden. De derde manier om in het archiefbestand of de inventaris te zoeken is via de zoekrobot zelf, via de knop Zoeken binnen deze toegang. Stel, je voorouder heette Jan de Witte. Via vrij zoeken kan je de term Jan de Witte invoeren. De zoekrobot gaat nu zoeken op het voorkomen van deze term in de inventaris en vindt juist één resultaat. Het origineel kan in de leeszaal van het Rijksarchief van Leuven geraadpleegd worden. Als het ook digitaal beschikbaar is, verschijnt er een oogje naast de beschrijving. De laatste grote zoekrobot is de Bibliotheekcatalogus. Als je hierop klikt, wordt de zoekrobot Catalogus van de Bibliotheken van het Rijksarchief geopend. Hierin kan je op zoek gaan naar boeken en tijdschriften die je vervolgens in de leeszaal van het Rijksarchief in kwestie kan raadplegen. Ontlenen is niet mogelijk. De zoekrobot bibliotheek bevat ook een aantal gedigitaliseerde drukwerken. Na digitalisering werd er op de beelden een OCR of tekstherkenning toegepast, waardoor deze drukwerken volledig via zoektermen doorzocht kunnen worden. Bepaalde toegangen, en dan vooral archiefgidsen, zoekwijzers of digitaliseringsprojecten, worden via de webpagina Thema's extra in de verf gezet. Via het tabblad Gidsen krijg je een overzicht van de gidsen en archievenoverzichten die al digitaal beschikbaar zijn en dus volledig in de zoekrobot werden geïntegreerd. De webpagina Thema's omvat ook een tabblad Tips voor onderzoek. Zoals gezegd kan je de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand wel online raadplegen, zij het nog niet volledig. Nog niet alle registers van de burgerlijke stand zijn gedigitaliseerd en dus online beschikbaar. Vind je de gemeente of stad van je keuze online niet terug, dan zal je de microfilms of originelen in een van onze leeszalen moeten consulteren. Hetzelfde geldt voor de parochieregisters. De eenvoudigste manier om toegang te krijgen tot deze gedigitaliseerde registers is via de thuispagina van de zoekwebsite. Een voorbeeld: je bent op zoek naar de doopakte van Anna van Roebergen. Je weet al dat ze in Hasselt moet geboren zijn, rond het jaar 1600. Je klikt dus op de provincie Limburg en krijgt een overzicht van alle beschikbare parochies. Je gaat op zoek naar Hasselt, Sint-Quintinus parochie. Je klikt hierop en vermits je op zoek bent naar een doopakte, klik je op Dopen en kies je de gewenste periode. Als er een oogje staat, zijn er digitale beelden voorhanden. Om deze te kunnen raadplegen moet je ingelogd zijn. Je krijgt nu de archiefbeschrijving te zien en als je bent ingelogd ook het tabblad gedigitaliseerde archiefdocumenten, waarop je klikt. Je kan nu door het register bladeren tot je de akte gevonden hebt. Je weet dat ze rond 1600 gedoopt werd, dus controleer je de jaren 1599, 1600 en 1601. Gelukt, je vindt de akte op datum van 17 februari 1601. Het is niet mogelijk om de akte af te printen of op te slaan. Als je een digitale kopie wil, kan je deze tegen betaling aanvragen in het Rijksarchief waar de originele akte in kwestie wordt bewaard. De werkwijze voor de raadpleging van de registers van de burgerlijke stand is net dezelfde. Tot daar enkele van onze tips en tricks om het maximale uit de zoekrobotten van het Rijksarchief te halen. Maar ga vooral zelf aan de slag en durf proberen! Wil je op de hoogte blijven van updates van de zoekrobotten of van ander Rijksarchief nieuws? Neem regelmatig een kijkje op onze website www.arg.be Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief, volg ons op Facebook of abonneer je op het YouTube-kanaal van het Rijksarchief.